Op het gebied van milieu staat Nederland voor grote uitdagingen. Om onze impact te verkleinen moeten we efficiënter omgaan met energie en grondstoffen en de uitstoot van emissies zoals stikstof en CO2 verminderen. Circulair bouwen speelt hierin een belangrijke rol. De vraag naar nieuwe woningen is namelijk erg groot en er staan omvangrijke infrastructurele projecten gepland. Deze moeten binnen de wettelijke milieukaders worden uitgevoerd. Het zorgvuldig berekenen van de milieuprestatie van een bouwwerk helpt om bewustere keuzes te maken en duurzamere oplossingen te realiseren. Dan kom je uit bij Stichting Nationale Milieudatabase. Wij beheren als Nationale Milieudatabase de bepalingsmethode waarmee je de milieuprestatie van bouwwerken en producten kunt berekenen. En wij beheren ook de Nationale Milieudatabase en daarin zijn allerlei welmaterialen opgeslagen waarin we de milieukosten per product kunnen zien. Nou, daarmee proberen wij met de bepaalde methode en met de database de bouw te verduurzamen. Dat is heel belangrijk, want de bouw is door het hele proces verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de uitstoot van de emissies. En die bouw die moet verduurzaamd worden. willen wij in alle akkoorden kunnen voldoen en willen wij de maatschappij inderdaad heel mooi achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. In de bouw hebben we dus te maken met de milieuprestatie. En de milieuprestatie is eigenlijk dat elk Elk bouwmateriaal of elk bouwproduct dat heeft een uh, milieubelasting, dus een, een impact op het milieu. En via een levenscyclusanalyse wordt gekeken over elke levensfase wat de impact is um, op het milieu. En dan hebben we verschillende impactcategorieën. En op deze 19 impactcategorieën dan hebben we het over global warming potential, of we hebben het over um, ja, verzuring. En die hebben dus allemaal een eigen score, en die worden samengevat in een één-punt score. Dus dat is eigenlijk een gebogen gemiddelde van al deze scores. Vervolgens worden al die producten opgeteld bij elkaar en wordt de milieubestratie van het bouwwerk berekend. De overheid stelt vervolgens een eis, hoe hoog de milieubestratie mag zijn. En over de jaren heen stelt de overheid de eis bij, waardoor er steeds milieuvriendelijker gebouwd wordt. Het belangrijkste wat we met elkaar bereikt hebben en wat je zou kunnen zeggen dat af is, dat is het gemeenschappelijke fundament. Dus het feit dat we dezelfde taal hebben ontwikkeld voor het spreken over milieuprestatie en het waarderen van duurzaam ontwerpen in de gebouwde omgeving. Alleen zo'n methode zelf is nooit echt af, want de bouw ontwikkelt zich ook. Er komen nieuwe bouwmethoden, er komen nieuwe bouwmaterialen, er komen andere inzichten over hoe je circulair kunt ontwerpen, er komen andere maatschappelijke behoeften over hoe we onze stedelijke omgeving in willen richten. Dus je blijft continu in een cyclus kijken, is deze methode nog steeds effectief aan het sturen op het doel duurzame gebouwen en verduurzaming in de bouw? En de bouw is een enorme sector qua omvang, qua milieu-impact. Dus het is heel belangrijk om nou, daar eigenlijk ook in te blijven ontwikkelen. En als we ook kijken, de afgelopen jaren, zie je dat er bijvoorbeeld een methode is geïmplementeerd zodat je meer. Scenario's in je levenscyclusanalyse mee kunt nemen, zodat je kunt laten zien als producent. als je mijn product op een circulaire manier, bijvoorbeeld losmaakbaar toepast, dan uh, kun je daarmee een milieuwinst boeken. En op dit moment lopen er voorbereidingen om de Nationale Milieudatabase de basis ook te laten zijn voor eigenlijk de volgende stap: het integraal bekijken van milieu-impact van materialen. En milieu impact van energiegebruik van gebouwen, de whole life carbon. En zo zie je dat autonome ontwikkelingen in de bouw en in onze maatschappij. Ja, die maken het nodig dat je ook zo'n nationale milieudatabase en de methodes, dat je die blijft ontwikkelen. Aan de publieke kant hebben we veel te maken met het ministerie van VRO NINW en INW uh, en Rijkswaterstaat. Zij maken de regelgeving. Uh, wij adviseren dat over, maar zij maken uiteindelijk de regelgeving. Dat wordt opgenomen in het bouwbesluit. Uh, het huidige BBL, zoals steeds. Uh, en de andere regelgeving, dus dat is heel belangrijk aan die kant. En daar uh, hebben wij natuurlijk frequent contact mee. Aan de private kant hebben we te maken met heel veel verschillende partijen. Ik noemde er al een aantal. De dataleveranciers, heel belangrijk. De rekeninstrumenten, heel belangrijk. Want die gebruiken de data. Ze leveren data en die gebruiken data. We hebben te maken met de BMNL, de beleidscommissie Milieuprestatie Nederland. Daar zijn 18 partijen in vertegenwoordigd en zij kijken vanuit het algemeen belang hoe kunnen we nou duurzaam bouwen verder stimuleren. We hebben een technisch inhoudelijke commissie, de TIC. De TIC adviseert ons en de BMNL over de milieuprestatie en over de bepalingsmethode. En we hebben de erkende deskundigen en zij toetsen de LCA's. Dus heel veel partijen om ons heen uh, ja, zijn belangrijk voor het stelsel. En feitelijk zou je kunnen zeggen dat al die partijen het stelsel ook dragen. Dus we zien het ook als een soort community die het stelsel dragen en het stelsel steeds belangrijker kunnen maken. Uh, het leuke is dat als je een MPG berekening maakt, dan krijg je inzicht in de milieueffect op gebouwniveau. En um, soms voldoe je dan niet en dan moet je andere producten kiezen. En op het moment dat je andere producten gaat kiezen, um, ga je de, ook de discussie met fabrikanten aan en zet je eigenlijk fabrikanten aan tot, uh, tot nadenken over LCA's en uh, milieueffecten. Um, dus aan de ene kant een MPG-berekening geeft inzicht in de milieuprestatie van een gebouw. Maar door die berekening ga je, uh, ga je ook producenten uh, vragen om milieudata aan te leveren. En die krijgen vervolgens inzicht in, in de milieueffecten van hun productie. En daarmee kunnen ze hun product verbeteren of een nieuwe productengroep uh, ontwikkelen. Dus je kunt het uh, MPG-stelsel en de eisen daaromtrend kun je zien als een moedje. Maar het is juist een kans voor leveranciers, producenten... Um, om tot verduurzaming over te gaan en tot nieuwe producten te komen. Wil je meer weten over de Nationale Milieudatabase en over de impact van de bouw op het milieu? Kijk dan op www.milieudatabase.nl. En houd voor de actuele informatie onze LinkedIn-pagina in de gaten. Of meld je aan voor de nieuwsbrief.